In deze video laat ik je zien hoe je een ambulance kunt maken. Je leert daarbij hoe je moet knippen, vouwen en uiteindelijk netjes moet tekenen. Wat heb je nodig om een ambulance te gaan maken? Een schaar en lijm. Een papier waar je het allemaal op kunt maken. Ik heb deze groene gekozen. Een wit A4 papier. En verschillende kleuren. Ander papier waarmee je de dingen op de ambulance kunt maken, zoals het Rode Kruis en de sirene. En natuurlijk heb je ook wielen nodig. Als eerste vouw je de punt naar de andere kant toe. En zo krijg je een mooie driehoek. Zorg dat hij precies op de andere kant terechtkomt. Nu knip je het stuk waar maar één papier is er vanaf. Dit wordt de voorkant van de ambulance. Het gedeelte wat nu dubbel gevouwen is, wordt de achterkant. Plak het vierkant op. Daarna pak je het voorste stuk en hier maak je de voorkant van de ambulance van. Je mag zelf weten in welke vorm je knipt. Plak daarna ook deze op. Pak dan een rood papier en knip er twee stroken vanaf. Hiervan ga je het kruis maken. Nu pak je de zwarte rondjes. Op de witte kant smeer je lijm en deze plak je onder de ambulance als de wielen. Je mag ook zelf zwart papier pakken of een andere kleur om wielen uit te knippen. Ook moet er natuurlijk een sirene op de ambulance. Nu is het aan jou. Pak de kleurpotloden en teken de ambulance af of pak gekleurd papier om er nog meer bij te maken.